Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud. Lida, weer een nieuwe expositie in de Raadskelder. Wordt aanstaande zondag geopend, heb ik begrepen. Maar met schilderijen en met sculpturen. Vertel eens wat. Nou, met schilderijen hoofdzakelijk. De schilderijen zijn van Roelof Francot. En we zijn buitengewoon, mogen we ons eigenlijk gelukkig prijzen, dat de Doesburgse Margreet Francot, dat die de schilderijen van haar vader ter beschikking stelt. Dat is natuurlijk een unieke zaak. Ja. Wie is die Roelof Francot? Ja, Roelof Francot is eigenlijk heel beroemd. Roelof Francot is geboren in Drenthe en is daar ook getogen. Is later, toen hij wat verder kwam, is hij naar Amsterdam gegaan. Daar is hij in dienst getreden bij een fotograaf. Later is hij zelf gaan fotograferen. Toen is hij gaan schilderen. En hij kwam toen in contact met de groep De Kring, waar Appel en Corneille ook bij zaten. En de dichter Luce Bert zat daarbij. Bekende namen allemaal. Dat zijn allemaal heel bekende namen. Roelof Francot is dus niet in Amsterdam gebleven, maar die is naar Scandinavië gegaan. Daar hangen ook veel van zijn werk in allerlei musea. En is later weer teruggekomen naar Amsterdam en heeft daar toen ook nog gewoond. Aan het eind van zijn leven is hij naar Raalte gegaan en daar heeft hij genoten van het landschap. Daar was hij weer terug in de natuur en dat was gewoon heel geweldig. En in sommige van zijn schilderijen zie je dat ook terug. Maar je ziet met name de cobra-stijl natuurlijk terug. Niet alle schilderijen komen bij Margreet zelf vandaan, want ze heeft verzameld ook nog van familie, heb ik begrepen. Nou, dat van familie weet ik, maar ze komen niet allemaal van Margreet. Het grootste gedeelte wel. Zij heeft een hele verzameling van werk van haar vader. Maar het komt ook van kunsthandelaars en uit andere kunstenaarshoeken komt het. Zo zijn er ook vier beelden te zien van tijdgenoten van Roelof Francot. Die een extra dimensie geven aan deze prachtige expositie natuurlijk. Ja. Het is buitengewoon uniek dat dat hier in Doesburg te zien is. Want het is toch wel iets bijzonders, zo'n cobra tussen haakjes lid. Ja, want het is toch wel heel bijzonder inderdaad. Aanstaande zondag gaat het open en wanneer kunnen de mensen eventueel terecht in de Raadskelder? Aanstaande zondag kunnen ze komen van 3 tot 5. En dan is het de zaterdagen daarna tot en met 24 juni is het open van 1 tot 5 op zaterdag en zondag zoals het gewoonlijk is. En gratis, hè? Ja. Ik zou het ontzettend leuk vinden als iedereen kwam kijken, omdat het toch wel iets unieks is dat die schilderijen hier te zien zijn. Dat is niet vaak en dat is gewoon... Ik denk dat het misschien niet meer gebeurt of anders jaren later misschien nog is. Maar goed, Roelof Francot is dus al lang dood. Is 1984 overleden en 1911 was hij geboren. Dus ja, het is gewoon heel bijzonder dat er werken van die beroemde schilder hier te zien zijn. Zijn er ook schilderijen te koop? Er zijn een aantal schilderijen niet te koop en er zijn een aantal schilderijen wel te koop. Dus iemand die dat graag zou willen, die kan hier... En nog een echte Francot in huis wil hebben, die kan hier terecht. Ja, een echte Francot. En een Francot die dus bij de Cobra Groep daartegen aangeschurkt heeft, zeggen wij dan maar. Ja. Ja. Dankjewel, Lida. Graag gedaan. Dit item voor Doesburg TV is mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Ronald in Dieren. Uw adres voor reparatie en onderhoud.